Ja, maar wat gaaf dat je kijkt weer naar een nieuwe uitzending van Jubilee Live, waarin we verder gaan met het onderwerp Israël en de geestelijke geografie. Uh, vorige week hebben we daarmee een start gemaakt. Dat was eigenlijk een vervolg op de zondagdienst daarvoor, uh, waarin, we, waarin ik wat noemde over geestelijke geografie, over de geestelijke wereld. En ik wil je graag meenemen, ik wilde je graag meenemen in deze basis. Uh, deze uitzending kun je eigenlijk niet kijken zonder de vorige uitzending, want daar leg ik de basis en ik ga daarop voort. En als je de vorige uitzending niet hebt gezien. Dan, uh, dan, dan ben je het spoorbijster. Dat weet ik zeker. Want je hebt de Bijbelse basis nodig van vorige week. Maar ik ben ontzettend blij dat je kijkt. Dus weet je, als je zegt die heb ik nog niet gezien. Zet deze op pauze. Zoek even de vorige uitzendingen uh, op en kijk die eerst. En kom vervolgens weer terug. En dan kun je zien dat je echt iets kan opbouwen. Is uh, belangrijk wat ik zeg. Omdat het, weet je, het is belangrijk dat je dingen gestructureerd opbouwt vanuit Gods woord. En ik heb vorige week heb ik een basis gelegd, een fundament, voor datgene waar ik vandaag op wil gaan doorbouwen. En omdat het belangrijke dingen zijn om voor jezelf te zien en sommige mensen totaal nieuw zijn met deze dingen is het belangrijk om uh, om je echt mee te laten nemen en dus de eerste uitzending hierover over Israël en uh, geestelijke geografie Jubilee Live vorige week te kijken en nog beter eerste zondag of, de zondagen daarvoor eigenlijk eh, dus zondag de 22e en zondag de 29e oktober Prijsdeer, <laughs> we gaan vandaag mee verder. We geloven ook dat God u zal spreken tot je, dat de geest van God je zal leiden in de volledige waarheid. Want je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. O oh, Heer. ik dank u Heer, dat onze ogen op u gericht mogen zijn, Jezus. U bent het lam van God, u bent ook de leeuw van Juda. Wij prijzen u, wij geven u glorie, wij geven u aanbidding. We danken u Heer. O oh, Vader, we bidden voor vrede in Jeruzalem, vrede over Israël en wijsheid voor de machthebbers. We bidden u, Heer, voor elke persoon die kijkt. Ik dank u dat u in ieder van ons leidt door uw geest. Vader, dat het voorbij ons, ons denken mag gaan, alle blokkades of bolwerken mag afbreken die daar zijn in ons denken, maar werkelijk in ons hart mag worden gezaaid. Uw woord, het eeuwige zaad van uw woord, wat voort mag brengen in een oogst. 30, 60, 100voudig, laat ons zien, Heer, in de geestelijke dimensie. Open onze ogen, opdat we mogen zien dat diegenen die voor ons zijn, veel groter, talrijker en krachtiger zijn dan datgene wat tegen ons is. We geven u de glorie, de aanbieding, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Prijs de Heer. Vorige week, Jubilee Live, ben ik geëindigd met uh, eigenlijk de schepping en hoe het misging in Genesis hoofdstuk 3. En uh, vandaag wil ik daarop doorbouwen. Ik had het erover hoe het eigenlijk vervolgens van kwaad tot erger ging met de mensheid vanaf Genesis 3. De val, de, 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 de vloek die God uitsprak daar ook, uh, de Satan die daar ontmaskerd werd en de rebellie groeide in de mensheid. Kaan en Abel. Kaan werd meteen de moordenaar. En het ging echt van kwaad tot erger het nageslacht. Het was verschrikkelijk. De macht van de zonde was duidelijk zichtbaar. Het werd slechter en slechter. Niet alleen in de natuurlijke werd het slechter. In de natuurlijke familie van God. Ook in de geestelijke wereld. In de geestelijke familie van God, wat we vorige week hebben behandeld. Daar werd het ook slechter en slechter. Ik wil met je lezen uit Genesis hoofdstuk 6. Als je met me wil meegaan naar Genesis hoofdstuk 6. En de eerste verse uit Genesis hoofdstuk 6. We zijn dus een paar een paar stukken verder nu naar Genesis hoofdstuk 3. En er staat in Genesis hoofdstuk 6 vanaf vers 1. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden. Dus we zien de mensheid is aan het groeien, de populatie groeit. Dat Gods zonen, hier zien we weer een referentie naar Gods zonen. De hemelse familie. Gods zonen. Waarom is het familie? Omdat het worden zonen genoemd. dus Dat is familietaal. Gods zonen, de dochters van de mensen zagen. Dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen. Dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Wow. Hier zien we een enge vermenging. Hier zien we dat de Godenzonen. Net zo goed als dat Satan zich kon manifesteren in de vorm van een slang. In de hof van Eden. Zo, en dus, dus het geestelijke, wat integreert met de natuurlijke wereld. Zien we dat de godenzonen zich konden integreren in de natuurlijke wereld. En aardse vrouwen tot zich konden nemen. En die namen, zich, die namen zij tot zich, wat betekent zij, hadden seks met aardse vrouwen? Godenzonen met aardse vrouwen. Vers 3. Toen zei de Heer, mijn geest. Zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Anders gezegd, weet je, dit is zo'n strijd. Hier, de rebellie is zo aan het groeien. Er, blij, er komt steeds meer, weet je wat gebeurt er? De goddeloosheid neemt toe en de rebellie neemt toe. En dan staat hier: zal niet eeuwig, zal niet eeuwig met de mens uh, twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En een belangrijk antwoord was op het feit dat daar in één keer dus godenzonen waren, die sowieso veel ouder waren. Ook de mens werd op dat moment was nog steeds ouder. Maar we zien op dit moment dat de vloek ook en het resultaat van de rebellie wordt steeds groter. Ook de, de, de leeftijd wordt beperkt. Belangrijk nu die goden zich ook aan het mengen zijn met de aardse, uh, met aardse mensen, omdat hij ook vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Vers 4. In die dagen en ook daarna, in die dagen en ook daarna, zie je, dus niet alleen toen, maar ook daarna nog, waren er reuzen op de aarde. Reuzen. Sommige mensen zeggen, hey, dat, is, dat haal ik alleen uit de sprookjes. Ja, nou, je vergis je. Het staat ook in de geschiedenisboeken. Er zijn echt reuzen geweest. Er zijn echt reuzen geweest. Er waren reuzen op aarde toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Dus hier zie je, dit zijn dus wat zien we deze reuzen? Dat waren de kinderen die werden geboren uit de vrouwen die bevrucht waren vanuit de godenzonen. En daar werden reuzen geboren. En die waren dus, dat was een hybride mens. Half... Half geestelijk mens, godsmens, vanuit die godszonen... Die dus op dat moment dus in rebellie waren. Want ook zij deden iets wat God, wat God kaders voor had gesteld. Zij gingen buiten hun kaders, dus in rebellie, beïnvloed dus duisternis. Ze waren niet meer in het licht, maar in de duisternis begonnen zich te mengen met, met uh, aardse vrouwen. En daar kwamen kinderen uit voort. En dit waren, werden genoemd de geweldenaars. Dit waren, dit waren reuzen, dit waren beestachtige vechtmachines. Um, dit was gruwelijk en dit was ook werkelijk iets om, om waar mensen bang voor waren. Het waren machthebbers met enorme kracht en hybride. Dus geestelijke kracht um, en natuurlijke kracht. Mannen van naam. Oké, okay, dus dan lezen we verder. Dan zien we vers 5, en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. Nou, dat begrijpen we nu iets beter, hoe dit zich dus inderdaad zich gruwelijk aan het escaleren was... en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Het gaat van kwaad tot erger, zien we dat? Dus God ziet die hele schepping keihard achteruit rennen en het bezeert zijn hart... Hij wilde immers een familie. Zoals je als ouders kan het zoveel pijn doen als, het, als, het, als er geen vrede is in je gezin. En als er in de familie conflict is en ruzie en kinderen vechten met elkaar. En er is er is, on, er is twist en er is ellende. Man, dat doet een vader hart pijn. En zo ook in het vaderhart van God deed pijn dat hij zag dat er was rebellie in zijn geestelijke familie, rebellie in zijn natuurlijke familie. Het was alleen maar verder weg aan het gaan van zijn weg en van zijn wil. En hij had die mens geschapen met een vrije wil. Ze waren gemaakt immers naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En zij konden dus ook ook zelf kiezen, weet je wel, Zonder die keus zou, bestaat er ook geen liefde. Liefde, bijvoorbeeld, wat wij ook noemen liefde, kan alleen komen vanuit keuze. Iemand die zich die kiest om liefde te hebben, dat is werkelijke, waar, waarlijke liefde. Niet een liefde gemaakt door een robot die zegt knopje aan, ik heb jou lief. Nee, weet je, dus ook liefde, die relatie die God zoekt, zocht, in die familierelatie kon alleen als hij die mens kon geven een vrije wil. Maar die vrije wil gaf ook het risico. Had God al deze dingen dan niet voorzien? O oh, zeker wist hij Hij weet alle dingen, zegt de Bijbel. Alleen er is ook een keus. En God weet van alle keuzes. Hij, weet dus, hij gaf ze de vrijheid en hij wist van alle keuzes die ze zouden kunnen maken. Dat kan, ik ga dat nu niet onderbouwen. Maar er, zijn, er is een schriftuurlijke basis om te weten dat God precies weet hoe alle paden hoe ze zich kunnen verlopen. Dus welke keuze? God weet alle keuzes die je kan maken. En God weet ook welke keuzes leiden tot welk resultaat. Hij kent alle sporen van de geschiedenis. Maar het is ook vaak afhankelijk van wat jij kiest, welk spoor het uiteindelijk gaat worden. En dan weet God ook van datgene wat jij kiest, wat het einde zal zijn van, die, van dat spoor. Maar er is iets aan jou gegeven waarvan God zegt dat is heilig bij jou en dat zijn jouw keuzes. De keuzes die jij maakt in je leven, de keuzes rondom jouw geloof, de keuzes rondom welke plaats God krijgt in je leven. Er komt een moment van een oordeel, er komt een moment van beloning of veroordeling... Maar dat neemt niet weg dat God je absoluut keuzes geeft. En hij laat je de weg zien. Hij laat je de goede weg zien. Maar het is aan jou en mij, elke dag opnieuw, om de keuzes te maken die in lijn zijn met zijn hart, met zijn wil en met zijn grote liefde. Waarmee hij jou en mij zo gigantisch lief heeft. Halleluja. Prijs de Heer. Maar we zien hier in de Bijbel dat het ging slechter en slechter met de mensheid. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Het was slecht, slecht, slecht. Vers 6. Toen kreeg de Heer een berouw. Er was berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. Weet je, dat is een moment van verdriet. Oh, het gaat slechter en slechter, zoals een vaderhart dat pijn kan doen, verdriet. Maar dit was een moment, het ging verder dan verdriet. Er was berouw. Waarom heb ik dit ooit gedaan? Wat is dit erg dat ik dit ooit heb gestart? Het begon zo mooi. Kijk eens waar het nu is geweest. En het bedroefde hem in zijn hart. Hij besefte, dit gaat zo, dit is zo intens slecht wat hier gebeurt. En dat was rebellend natuurlijk, rebellend geestelijk. Het kwam nog eens bij elkaar ook. Het werd alleen maar overtreffende trap slecht. En in de versie hierop volgend kun je lezen zelf, komt de zondvloed. Er komt groot oordeel, groot oordeel over de aarde. Alleen Noach wordt gevonden in Gods ogen als zijnde rechtvaardig. En hij en zijn gezin wordt gered. Van een gigantische ramp. Een ramp die ze over zichzelf hadden uitgeroepen. Alles moest sterven. Alles moest sterven. Alles moest omkomen. Er was een gruwelijke vermenging gekomen tussen de godenzone en de aardse mensen. Er waren reuzen. Het was ellende. Het was alleen maar slecht. Er kwam groot oordeel over de aarde. En alles werd als het ware schoongespoeld. En God ging verder met Noach. Een soort nieuw begin. Een soort frisse start. En waarom? Omdat God altijd denkt in, 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 in herstelscenario's. De weg tot herstel. De weg tot herstel. En dan zien we dus dat die zondvloed plaatsneemt. En we gaan daar straks nog op teruggrijpen. Want we gaan ook begrijpen dat in één keer uit, uh, uit Noach komen Sem, Gam en Jafet. En daar komen verschillende stammen en volkeren. Er komen uiteindelijk 70 verschillende volkeren ook uit voort. Maar wat wij ook zien, en waar ik even stil bij wil staan, is dat het bizarre hiervan is: ook na de zondvloed zien we nog steeds dat er reuzen blijven, blijven bestaan. Dus we zien nog steeds dat daar blijkbaar, het zijn de nakomelingen van die rebellie die plaatsvond in Genesis hoofdstuk 1. We weten niet precies hoe het daar komt, uh, of er nog meer interactie geweest zijn tussen uh, die godenzonen in rebellie en, en vrouwen. Maar sowieso wordt letterlijk vaak betaald, uh, wordt vaak ook gesproken gewoon over nog de nakomelingen van Anak. Of, uh, uh, en zo zijn er, zijn er nog een paar andere uh, benamingen die worden gebruikt om deze uh, reuzen te benoemen, eigenlijk Nephilim. Nephilim worden ze eigenlijk in eerste instantie worden ze eigenlijk genoemd vanaf het eerste moment, Nephilim, Nephilim zou je kunnen zeggen, Genesis hoogstuk succes. eigenlijk komt het daaruit voort, Nephilim, de zonen van Anak. En zijn er zijn nog een paar woorden die gebruikt worden voor deze reuzen, daar gaan we zo nog iets meer van zien ook. Dus de zonvloed komt. Maar het bijzondere is, we zien opnieuw zien wij reuzen, we zien reuzen terugkomen in Deuteronomium hoofdstuk 2 en 3. Daar kijken we nu niet naar, maar we gaan dat, we gaan dat wel uh, we gaan zien wat daar ook verder zich, hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Nou, laten wij eventjes verder kijken naar nummerio stuk 13. Af en toe schiet ik even vooruit in de tijd om even om bepaalde lijnen van gedachten en feitelijke gebeurtenissen door te trekken en te zien ook hoe zich dit verder dan ontwikkelt. Nummerio stuk 13, daar zien we de Israëlieten die uiteindelijk we gaan helemaal vooruit in de tijd. En we hebben Abraham, Isaac, Jacob. Uh, Jacob, een van zijn zonen, is Jozef, wordt onderkoning in Egypte. Grote hongersnood. Uh, uh, de hele familie komt over naar Egypte, want daar is overvloed vanwege de wijsheid die God geeft aan Jozef. Dan vervolgens blijft dat volk, blijft daar hangen, die kleine familie van 70 mensen. 70 is een belangrijk aantal. 70 staat voor regering. En 70 gaan we vandaag, als de tijd het toelaat, gaan we het over hebben. Het is een zeer belangrijk aantal om te beseffen hier. Dus, en wat gebeurt is, hij zit er? Ze zitten daar 400 jaar. En dan vervolgens er komt de er nieuwe macht hebben. De huidige farao, die Jozef goedgezind was, die komt te overlijden. En op een gegeven moment keert het zich helemaal tegen dit volk Israël. En waarom is dat een logische? Omdat God op een gegeven moment in Genesis 12 heeft die Israël verkozen als zijn volk. Hij zegt: alle volken, man, die, zijn allemaal, die werden allemaal toegekend aan al die, al, al die goden, die andere goden. Ga ik zo met je bekijken. En hij zegt: Ik ga een nieuw volk beginnen, weer een nieuw herstel. Dus we hadden Adam en Eva, we hadden een reset bij Noach. En vervolgens hebben we een reset in Genesis hoofdstuk 12. En hij zegt: Abraham, ik ga jou een groot volk maken. En alle families van de aarde zullen uiteindelijk door jou gezegend worden. Want we begrijpen, daaruit voortkomt de Heer Jezus Christus. God is zijn heilsplan nooit vergeten. Hij is het altijd aan het uitwerken en de duisternis kan het proberen te dwarsbomen. Maar het zal hem nooit lukken. Hij zal geoordeeld worden. Maar over deze reuzen, nummer in 13 vanaf vers 32. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land. Want wat gebeurde er? <laughs> Dit was de lijn. Egypte, God roept Mozes. Mozes haalt uiteindelijk na twaalf grote rampen die zich voltrekken. en de, 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 uh, de plagen die over Egypte komen. laat God zijn grootheid zien. En, en deze God van Egypte en Farao. Want daar is weer een duidelijke koppeling tussen de god, van, de god van Egypte. En de Faro, die stond als de belichaming van deze gode zoon die uiteindelijk verantwoordelijk had over dit hele volk Egypte. Deze wordt geoordeeld. En zij trekken uit in de woestijn. om te gaan naar het land. die God hun zou tonen. Het land Israël. Wat we vandaag ook kennen als het land Israël. Voordat ze daar komen. worden eerst twaalf verspieders. worden dat land Kanaan. zo heette dat toen. Kanaan ingestuurd. om te kijken. joh, hoe ziet dat land eruit. en waartoe heeft God ons. gebracht? Kijk eens, verken het eens. en kom eens terug met een bericht. En dan zie je. die verspieders die komen terug met dit bericht. de Nummer 13, vers 32. En ze vertelden de Israëlieten. die dus eigenlijk aan de vooravond staan. om vanuit Egypte nu door godsmachtige hand, zelfs door de Rode Zee op droog land gegaan. De Egyptenaren zijn omgekomen. Ze staan nu voor het beloofde land. Het land wat God zegt, dit heb ik aan jullie gegeven, dit is mijn land. En ik heb het aan jullie gegeven. Wat het nog steeds is. En uh, ze staan daar en dan op een gegeven moment komen deze verspieders die komen terug, maar die komen niet terug met goed nieuws. Ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land, zeiden ze, dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, verslindt zijn inwoners. Dus we zien hier geen vriendelijke cultuur, we zien hier geen prettig land of zo. Of fijne mensen die daar al wonen. Hij zegt, het is echt een gruwelijk land. Die gasten die daar wonen, die zijn echt bloedlink. Dat zijn barbaren. En ik, als het aan mij ligt, hadden die verspieders, Als het aan mij ligt, ik ga, ik ga daar niet meer naartoe. Ik ga daar niet meer naartoe. Het verslint zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, die waren uitzonderlijk lang. Hé, hey, dit refereert terug uitzonderlijk lang. Hier zien wij dus dat hier in dit land woonden allerlei volkeren... die allemaal te maken hadden met die geestelijke rebellie. Allemaal nakomelingen van Anak. Allemaal mensen die geboren waren vanuit een hybride situatie... tussen re rebelse godenzonen en de vrouwen van, de, van mensenkinderen. En dit waren, dit waren dit, je zou kunnen zeggen, dit waren halve duivels. Dit is wat ze zeggen. Ja, dit zijn, en het waren reuzen. Reuzen, maar wij zouden ze misschien wel beschrijven als we ze zouden zien: als nou, dit zijn beesten, duivels. Het lijken mensen, het zijn reuzen, ze zijn gruwelijk en ze verslinden zijn inwoners, hier. En alle mensen die we gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. Vers 33. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Dit zijn de nakomelingen van Enak. En dat, dat gaat linea recta terug naar de vermelding in Genesis, hoofdstuk 6, waar we net zagen, wat we net hebben gelezen: de Nephilim. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. Zo zagen ze echt zichzelf. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. En zeggen wij, wij worden opgevreten door die gasten. We gaan er helemaal aan. Dit deed pijn in het hart van God. En er komt ook oordeel over deze, 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 deze proclamatie van ongeloof omdat het volk moest juist gaan opstaan tegenover deze duistere praktijken. Wat zich vertaalde in, in hele volkeren die leefden. Die satanisch beïnvloed werden. Door de macht van de duisternis beïnvloed werden. En vervolgens de aarde hadden bevolkt. Waarvan God zei: Je gaat ze verslaan. Ze moeten uitgeroeid worden. En je moet niet bang zijn. Je, moet een, je, je, je zal het gevecht aan moeten gaan en je moet ze uitroeien. En, en zij zagen zichzelf gewoon als, als niks. In de ESV, dus de English uh, Standard Version, staat er vers 32: And there we saw the Nephilim. Daar staat ook Nephilim, letterlijk geschreven. Jammer dat dat niet in de Nederlandse Bijbel staat. Er worden wel eens dingen weggelaten. The sons of Anak who come from the Nephilim. Zie, hier zie je die uitleg staan. And we seem to ourselves like grasshoppers, and so we seem to them. Dus hier zie je dat heeft te maken weer met Nephilim. Genesis is succes. And en uh, the sons of Anak. Dus en wat zien wat is opvallend hieruit? Nou Goliath waar we later van lezen in 1 Samuel hoofdstuk 17 die David gaat verslaan. David die verslaat Goliath. Is een van die reuzen. Is één van die reuzen. En Goliath die leeft, ik ga hier even kort iets over zeggen. Die leeft, die komt uit Gat. En wat is Gat? En Asdod, waar die reuzen dan nog leefden later nog in deze tijd van David, waar die reuzen dan nog lezen, is vandaag de dag de Gazastrook. Dat is het land van de Filistijnen. En dit geeft ons, door de hele geschiedenis heen, dit heeft niks te maken met deze tijd. Mensen snappen niet dat het in Bijbelse zin heel erg logisch is dat daar een conflict is in de Gazastrook. Want alhoewel er dan geen reuzen meer zijn, is daar nog steeds een geestelijke atmosfeer. Er is een geestelijke dimensie die erop uit is om het volk van God te tarten. Geestelijke geografie moeten we over nadenken hier. Zij werden genoemd de Filistijnen. Daar komt het woord Palestina vandaan. Het komt van het woord Filistien. Als je het uitspreekt in het Arabisch, dan is dat Filistijn, Filistien. Niet Palestina, Filistien. Het is de Filistijnen. En die Filistijnen die kwamen voort vanuit de rebellie, geestelijke rebellie, de Neftalim. En, dus de, en uiteindelijk de zonen van Anak en ook dus uit Gad, wat nog steeds vandaag de dag bestaat daar zo, in de Gaza-strook en, 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 en uh, Askelon, geloof ik, als ik het goed heb. Um, die komen dus daar vandaan. En dat zien we ook beschreven worden in uh, bijvoorbeeld 2 Samuel, 21, 2 Samuel 21. vers 15 tot en met vers 17. 2 Samuel 2 Samuel 15. Vers 15. Tot en, uh, vers 21, 2 Samuel 21. Sorry, 2 Samuel 21. Het zijn heftige dingen, maar we zien gewoon Bijbelse lijnen. Dit, dit gaat over duizenden jaren geleden, man. Dit zou voor ons eigenlijk gesneden koek moeten zijn... wat er nu gebeurt in de Gazastrook of de Westbank. Het zou voor ons gesneden koek moeten zijn. Wij zouden moeten begrijpen wat die gaan is in de geest. Amen. 2 Samuel 21, vanaf vers 15. Er staat bijvoorbeeld hier... De Filistijnen waren opnieuw in oorlog met Israël. David trok erop uit, onze manschappen en zijn manschappen met hem. Ze streden tegen de Filistijnen. En dan staat er op een gegeven moment een van de kinderen van Rafa... een van de mannen van... Uh, uh, van David, nee, uit Rafa, dat is dus ook een reus, dat het gewicht van zijn speer was 300 sikkel, zal vast heel zwaar geweest zijn. En een sikkel is 10 tot 13 gram, dus reken maar uit. Brons, hij had een nieuw zwaard als een gordel, en die dacht David neer te kunnen slaan. Maar Abisaï, de zoon van Zeruja, uh, hielp hem, sloeg de Filistijn neer en doodde hem. Dat was een reus. Toen bezwoeren de mannen van David hem, je moet niet meer met ons mee ten strijde trekken, opdat u de lamp van Israël niet uitdooft. En toen was er in Gop weer zo'n plaats, opnieuw oorlog met de Filistijnen. Dit is vandaag de dag waar het Palestijnse volk leeft. Toen versloeg ze uit Sabichai, uit Housa, Saf, die een van de kinderen van Rafa was. Rafa is een van diezelfde benamen. De Rafaim wordt genoemd ook in dezelfde lijn als de Nef Neftalim. En ook de, uh, de zonen van Anak, reuzen. Die een van de kinderen van Rafa was. En opnieuw was er oorlog met de Filistijnen in Gop en El Hanan, de zoon van... Moeilijke naam, versloeg moeilijke naam, die met Goliath uit Gat was, ook in de Gaza-strook. De schacht was van zijn speer was als een weversboom en was opnieuw oorlog in Gat. En was een man van grote lengte die zes vingers aan zijn handen had en zes tenen aan zijn voeten, 24 in getal. Ook deze was bij Rafa geboren. Dit zijn geen sprookjes. Dit is echt gebeurd. Dit is pure geschiedenis en dit is hoe het gebeurde. En dit is wat er gaande was. Hij hoonde Israël, maar Jonathan, de zoon van Simea, de broer van David, versloegen sloeg een mors dood. Deze vier waren bij Rafa geboren in Gat, Zij vielen door de hand van David en door de hand van zijn manschappen. Duidelijke taal. Er is niet te sollen met de God van Israël. En er is niet te sollen met zijn volk. En ze zullen geoordeeld worden in het natuurlijke en in het geestelijke. Er zullen, zullen zaken geoordeeld worden die zich keren... en volkeren geoordeeld worden die zich keren tegen Israël. Goed. We gaan verder, over geestelijke geografie, om hier beter beeld bij te krijgen. En we begrijpen nu, we beginnen al iets meer te begrijpen van de plek die Israël heeft hier. Genesis hoofdstuk 11. We hebben de vloed net gehad, en we gaan maar even teruggrijpen, we hebben de vloed net gehad. En um, nou, weet je wel, daar heb je de grote schoonmaken om het zo maar te zeggen, van de vloed. Maar dan heb je Noach, en we begrijpen dus dat, dat, dat daar ook weer lijnen van reuzen uit gaan komen. Dus daar komt ook ellende weer uit voort, met name vanuit Gam. Uh, Zijn kant, maar, maar, maar ook Javet. En vanuit Sem, de, die andere zoon van, van uh, Noach, dat wordt uiteindelijk, dat, dat is de lijn van Abraham en Isaac en Jacob en uiteindelijk David en de Heer Jezus Christus. Prijs de Heer. Maar Genesis hoofdstuk 11, als we het hebben over ge geestelijke geografie, zien we dat uiteindelijk uh, uh, gaat dus die Noach-lijn verder. En dan komen we op een gegeven moment bij Genesis hoofdstuk 11 en dan komen we opnieuw rebellie tegen. Opnieuw komen we rebellie tegen. En hier hebben we iets meer inzicht nodig dan misschien letterlijk beschreven staat. En het gaat over de Toren van Babel. Vers 1: Ooit, Genesis hoofdstuk 11, ooit werd er uh, op de hele aarde één enkele taal gesproken. Dat is natuurlijk de bedoeling. Dat is ook heel logisch. Dat je, je spreekt met elkaar dezelfde taal. Maar God ging daar verandering in brengen. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Oké, okay, vers 3. Ze zeiden tegen elkaar: Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. En die kleiblokken gebruiken ze als stenen en als aardpek en, en aardpek als specie. Oké, okay, ze gaan bouwen. Vers 4. Ze zeiden: Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Die was niet een soort, uh, uh, wat wij moeten begrijpen hier. Hmm. Wat wij hieruit moeten begrijpen is. Eden was een plaats waar de hemel de aarde raakte. Het was weggenomen door de rebellie van de mens. En de mens wist dat. En ook de godenzonen wisten dat, want die waren daar immers deel van. Maar nu werd het bewaakt, het was geen, het was, je kon daar niet meer komen. Het was, mensen werden er buiten gegooid, maar hier zien we die vermenging en nog steeds. Maar luister eens even, wij willen nog steeds één zijn met de, met de hemel. En wij zoeken onze eigen weg naar God. Zoals mensen vandaag de dag ook in hun hoogmoed of in hun trots hun eigen weg zoeken naar God. En dat kan niet. Het wordt geboren uit rebellie. Er is maar één weg. De weg is de Heer Jezus Christus die ons de weg biedt tot de Vader. Maar zij zeiden ook in deze tijd, Genesis hoofdstuk 11, ze zeiden laten wij een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. We moeten begrijpen de geestelijke dimensie waar deze mensen mee bezig waren hier. Niet gewoon een hoge toren bouwen. Van joh, wie kan de hoogste wolkenkrabber maken? Heeft hier niks mee te maken. Het is een geestelijke zaak. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Anders gezegd, we zijn maar aan het reizen, reizen, reizen. Laten we onze eigen hof van eden gaan creëren hier. En vanuit de hemel alles halen wat we nodig hebben. Laten wij contact maken met de godenzone. Laten we zorgen dat daar een eenheid is met deze godenzone. Ook in rebellie. Wij in rebellie. Eén grote rebelse bende wordt het weer. Vers 5. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. God zegt, dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Hij zag weer, dit gaat weer zwaar escaleren. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Waarom, wat zag je? Je zag weer, ze gaan naar de hemel toe. Zij gaan weer die vermenging krijgen. Het is zelfs zo, wat wij begrijpen ook, uh, heel veel dingen die... Uh, we zien ook in de geschiedenis dat mensen in een keer verrijkt werden met kennis wat gewoon wat bovennatuurlijk was. In een keer ook rondom bouwkunde en allerlei zaken, zelfs in de Egyptische bouwkunde en andere dingen zien we ineens een soort kennis daar ontstaan. En bij de Azteken en anderen zien we dingen ontstaan waarvan we eigenlijk zeggen: hoe kan dat er zijn? Hoe kan dit tot stand zijn gekomen? National Geographic en Discovery Channel staan bol, vol van dat soort programma's van archeologen. Allerlei dingen en allerlei vraagtekens van hoe kon dat in die tijd er al zijn? Nou, hoe kon dat? Omdat dat de tijd was waarin de mens zich begon te vermengen met godenzonen. En vanuit daar ontvingen zij allerlei informatie en allerlei kennis. wat bovennatuurlijk was, wat de mens in zijn in slimste slimheid niet kon bereiken. kregen ze als download. Eigenlijk vanuit deze geestelijke wereld. en vanuit die godenzonen. die in rebellie. wandelen ten opzichte van God. Dit geeft een heel stuk inzicht. over hoe, we, hoe deze aarde tot stand is gekomen. en gewoon de geschiedenis van de mensheid. maar zeker ook over de volkeren van deze aarde. Alles wat ze verder nog van plan zijn. ligt nu binnen hun bereik. Vers 7. Laten we naar hen toe gaan. en verwarring brengen in hun taal. zodat ze elkaar niet meer verstaan. Hier zien we weer de wijvorm. Dat is een belangrijke, want je ziet dus ook niet dat de hele, de hele familie van God in rebellie gaat. Nee, de rebellie groeit, maar het lijkt alsof er ook nog altijd nog een wij is. Er is nog een, er is nog een hemelse familie ook. Laten wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal zodat ze elkaar niet meer verstaan. Oké, okay, vers 8: De Heer verspreidde hem van daaruit over heel de aarde. Dat is wat God deed. Dat was, dat was zijn plan. Want we, we hebben het over geestelijke geografie en natuurlijke geografie. Want je kent geografie en uh, topografie, waarin je landen leert en de hoofdsteden en waar ligt dat op de wereld. Geestelijke geografie of geestelijke topografie heeft, heeft te maken met de dingen die we nu aan het bekijken zijn. Dat God eigenlijk had bestemd dat er niet alleen, je hebt niet landen alleen maar op de wereldkaart, maar je hebt ook geesten die daarboven, geestelijke wezens, godenzonen die daarboven regeren, boven deze verschillende landen en gebieden. Zeg niet altijd dat een landsgrens altijd een grens is in de geest... Want er zijn uiteindelijk maar 70 volkeren gedefinieerd. We hebben veel meer landen dan dat we volkeren hebben. Uh, dus volgens de Bijbelse inzichten hebben we 70 volkeren en dus ook 70 godenzonen als zodanig die echt de regering vormen en die dus heerschappij hebben gekregen, ook over de aarde die in Rebellie zijn. En We gaan er zo meer worden duidelijk als ik meer tekst hierover met je ga delen. De Heer verspreidde hem van daaruit over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Vers 9. Zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer de verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde. Dus je ziet de grote verspreiding over de hele aarde. Oké. Okay. Nou, wat wij dus moeten begrijpen. Ik heb het net al eventjes genoemd. Maar wat wij moeten begrijpen dus hieruit is dus dat. Uh, in de archeologie zien we inderdaad meer van dit soort hoge torens. En wat niks te maken heeft zozeer met joh, wie kan de grootste toren bouwen. Maar wat echt te maken heeft met afgodendienst. Uh, werkelijk spirituele zaken. Wat te maken heeft met bovennatuurlijke praktijken om goden te ontmoeten. De hoge plaatsen. Heb je eens gelezen in het Oude Testament dat koningen die weer de weg van de Heeren gingen? Die gingen op alle hoge plaatsen. God spreekt daar ook over en profeten die oordelen erover. Op alle hoge plaatsen moesten alle alta altaren worden verwijderd. Op elke heuvel en op elke berg, dat was een moment, waar, een punt waar zij voelden, zoals het eerst was in de Hof van Ede, wat ook genoemd werd Godsheilige Berg, om een plek te creëren waar mensen toegang zochten tot de, 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 de rebelse goden. God is de God der goden, maar er waren ook andere goden en de mensen, en daar komt afgoderij vandaan. En, er was dus, en dat is wat, waarom afgoderij zo fout is. Het gaat niet alleen van, oh weet je, je hebt een beeldje of weet ik veel wat. Nee, er zit een geestelijke dimensie achter. En die maakt de mens tot slaaf. En die zorgt ervoor dat ook de duisternis kan werken door mensen heen in deze wereld. En God haat het. En we zien het vanaf het begin. En het bedroeft Gods hart. Maar God is een heilsplan aan het uitwerken. En jij en ik zijn er deel van. Amen. Als je de Heer Jezus Christus beleidt als Heer en Verlosser. Dus in de archeologie zien we ook meerdere torens, ook op andere plekken, en begrijpen we steeds met de dingen die zijn opgegraven, dat het allemaal te maken heeft met afgodendienst. Dan, als we gaan naar Deuteronomium 32, krijgen we eigenlijk meer uitleg. We krijgen meer uitleg over deze geestelijke geografie. En uh, laten we eens gewoon met elkaar lezen. Uh, wat daar, we hebben ondertussen het volk van Israël? We, hebben hier, we zitten in Deuteronomium, maar het volk van Israël die krijgt ook deze instructies. En dat staat hier in Deuteronomium hoofdstuk 32, vers 7. Denk aan de dagen van vroeger tijd. Denk terug aan vroeger. Dus het volk Israël hier, al een heel eind op weg. Want we hebben Abraham, Isaac, Jacob, uh, Jozef. Uh, we hebben de, de Israël. Uh, weet je, wordt, nou, wordt uitgeleid uit de woestijn. Het volk Israël wordt, is, is een groot volk geworden en is, is meer dan een miljoen mensen. En nou krijgen ze de wet en ze krijgen instructie. En een van de instructies die ze krijgen is dit. Deutonomium 32, vers 7. Denk aan de dagen van vroeger tijd. Oké, okay, we gaan even terug dus naar de, in de tijd denken. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader en hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudste, zij zullen het u zeggen. Anders gezegd, hier waren overleveringen. Overleveringen van vader op vader, van oudste tot oudste. Oké, okay, wat, wat is het dan? Vers 8. Toen de Allerhoogste, hij zegt: dit, dit is de geschiedenis waar je naar moet vragen. Toen de Allerhoogste, God, aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde. We blikken terug op Genesis hoofdstuk 11. De volken werden verspreid op aarde en hij gaf ze allemaal een deel. Elke taal nam zijn eigen deel. Toen de allerhoogste aan de volk het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, snap je het nageslag van Adam werden gescheiden van elkaar, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten staat hier. En dat klopt niet, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Dat staat er niet. Dat is een interpretatie geweest van een vertaler die dat heeft gedaan. En dat staat er niet in de grondtekst. En dat maakt het soms zo kwalijk, dit soort dingetjes, want dat maakt het alleen maar onduidelijk. Nee, dat staat er niet. Er staat wat anders. Er staat, heeft hij het, mag ik eventjes nog terug naar, die, naar de Nederlandse versie, daar zien we, daar heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig. Wat in ieder geval wel hieruit, niet het aantal Israëlieten, maar het aantal van iets anders. Maar dat gaan we zo even zien. Maar wat we hier zien is de allerhoogste... Hij zegt, jullie vaders zullen jullie dit vertellen en jullie oudsten zullen jullie dit bevestigen. Jullie weten heel goed, in Genesis hoofdstuk 11 is de hele aarde verdeeld. En God, de Allerhoogste, heeft, heeft aan alle volken erfelijk bezit uitgedeeld. Toen hij ademskinderen van elkaar scheidde en heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig. Laten we de Engelse Bijbel er eens bij pakken, de English, English Standard Version en dezelfde tekst lezen. When the Most High gave to the nations their inheritance... When he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. According to the number of the sons of God. Dus hier staat toen de Allerhoogste de volkeren hun erfdeel gaf, toen hij de mensheid verdeelde, heeft hij de grenzen bepaald van de volkeren overeenkomstig van het aantal van de zonen Gods. Oké. Okay. En hier begrijpen wij dus een paar dingen uit. Volgens het aantal van de zonen God. Wat wij hieruit begrijpen is dit: God verdeelde alle volkeren onder de godenzonen. Vanwege de rebellie van de mensen. Dit was een vorm van het oordeel. Dit gebeurde naar aanleiding van hun, hun rebellie in Genesis hoofdstuk 11. En hij is heel logisch. Je gaat het ook zien in de volgorde van de schrift: Er kwam oordeel. En wij begrijpen dat er 70 volken, waarom weten we dat er 70 volken waren? Die kun je tellen, in Genesis hoofdstuk 10 wordt het hele nageslacht van Noach wordt uitgeteld in alle lijnen en alles wat er na de zonen kwam van de, van de zonen van Noach. En dan zie je, er zijn er 70 volken. En dan staat er vervolgens in Genesis hoofdstuk 11 dat God ze allemaal verdeelt, alle volken, deze 70 volken, dus allemaal verdeeld over de aarde en ze allemaal een eigen erfdeel geeft. En dan hebben we net deze tekst gelezen, according to the number of the sons of God, namens of volgens het nummer van de zonen van God of het aantal van de zonen van God. Dus deze godenzonen, die kregen allemaal een stuk toegewezen. God zei, luister, het is allemaal een ik, maar ik geef jullie autoriteit over al deze volken. Oké, okay. is wel heftig. Want we zien dus weer een wegtrekkende beweging van God. Gods liefde gaat uit naar de mens, maar er is een wegtrekkende rebels. En dat zien we vandaag de dag ook. En dat heeft te maken met de macht, de invloed van de duisternis, de invloed van rebellie. De invloed van de Satan is er nog steeds. Zijn tijd is kort en hij gaat rond als een briesende leeuw. Maar zijn invloed is er nog steeds. En mensen zijn nog steeds verblind. Oh, hij wil niets liever dan mensen verblinden. Dat het licht van het Evangelie niet kan schijnen. En dat hun, ogen geopend, dat hun ogen niet geopend zullen worden. Maar dat ze gewoon blijven onder deze sluier van duisternis en zonde. En de macht van de zonde. Oh, zodat ze zullen sterven zoals hij sterft. Want hij haat God. En hij haat alles wat God gemaakt heeft. En hij haat zijn familie. En hij haat alles wat met. Alles wat met en hij haat Israël. En hij haat, hij haat het land Israël. En hij haat de Joden. En daar komt alle Jodenhaat vandaan. Uit die geestelijke bron van rebellie, de Satan. En alle zonen, die, uh, alle zonen Gods die uiteindelijk in rebellie zijn gekomen. Dus hier zien we: wow, oké. Okay. We hebben dus uitleg gekregen. over het feit dat God, dus de hele aarde, die 70 volken, verdeelt. en elk volk wordt toebedeeld aan een van die Godenzonen. Waar God dus niet meer zegt: Ik ben God over dat volk. Nee, want hij zegt, oké, okay, ik delegeer het. Ik deel dit volk, delegeer ik aan jou. Jij zal hun God zijn. We gaan hier niet zo meer over lezen, want het is bizar. En heel veel christenen weten dit niet. Ik wist dit zelf ook niet. Ik wist dit zo, in het begin van mijn christelijke leven is niemand dit mij, mij medegedeeld. Maar prijs de Heer voor groeiende openbaring. En zo zullen we over tien jaar nog meer weten dan wat we nu weten. Dat de Heer ons mag blijven leiden en openbaring ons mag blijven toevertrouwen. Terwijl wij trouw willen omgaan met de dingen die God ons laat zien. Dus wat zien we? Genesis hoofdstuk 10, een beschrijving van de volken, 70 stuks. We gaan zien hoe belangrijk dit aantal 70 is. Dan vervolgens Genesis 11, Babel, de rebellie van Babel. Het oordeel is blijkbaar, zien we later beschreven in Deuteronomium 32, vers 8. Dat de Allerhoogste het verdeelt en zegt oké, okay, alle volken krijgen een godenzoon toegewezen. Overeenkomstig het nummer, het aantal van de godenzonen. Dus we begrijpen dat er 70 godenzonen zijn die elk een volk kregen toegewezen. En toen koos God een nieuw begin. Na Genesis zelf. En hij koos een nieuw volk. Want alle volken had hij overgeleverd, zegt oké, okay, jullie godenzonen, ik geef jullie allemaal gebied daarop. En in Psalm 82, hebben we gelezen, begonnen we eigenlijk vorige, uh, vorige week, Jubilee Live hadden we daarover, Dan dus ziet Psalm 82, geeft hij oordeel over, deze, over al deze godenzonen aan wie hij ook deze volk heeft gedelegeerd. Hè? Dus er is, is een groeiende mate van rebellie. Het is nog niet altijd zo dat de rebellie al volledig was toen alles verdeeld werd over die 70 uh, godenzonen. Dat is een groeiende rebellie en God oordeelt dat. En er komt uiteindelijk zelfs een ultiem oordeel op de dag van het oordeel. Waarin Jezus oordeelt. En waarin wij, zegt de Bijbel, als christenen, als volgers van de Heer Jezus Christus, engelen zullen oordelen. Dat heeft hiermee te maken, over deze goden, deze geestelijke familie die geoordeeld zal worden. En wij, als volk van God, zullen met hem oordelen. Het is bizar. Ik ga dan nog meer Het zegt geweldig. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. Het is bijzonder dingen. We moeten deze dingen goed begrijpen. God koos een nieuw begin. Na deze ellende. Volkeren verdeeld onder de godenzonen, Genesis 12. Vanaf vers 1, de roeping van Abram. De Heeren nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Hij gaat op weg. Hij gaat op weg. Hij wil hem brengen naar Israël. God heeft een plekje gevonden in deze aarde. En hij zegt: Dat is van mij. Alles heb ik gedelegeerd aan de andere godenzonen, zonen. Maar dit is van mij. En ik begin opnieuw. En ik begin weer met mijn Eden. Ik begin weer met mijn herstel, zoals bij Noach. Ik begin opnieuw. Begin ik hier met Abraham. Ik begin, ik begin de lijn van mijn heilsplan. Wat ik, begin, wat ik het begin had bij Adam en Eva, mijn familie. Ik begin opnieuw. En Abraham, Jij. Jij bent mijn man en het gaat, voor, het gaat voor jou en het gaat om je nageslacht hier wat we gaan doen. We gaan uit uw land, uit uw familiekringen, en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Hij zou hem gaan leiden uit Ur der Galdeeën zal hij hem uiteindelijk gaan leiden naar Israël, toe vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken, ik zal u zegenen en ik zal uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Wie weet, dat, ik ken het verhaal, dat ze, ze konden geen kinderen krijgen, Sarah en Abraham samen. Dus ook daarin zie je ook dat er, er moest een boven, heel mooi, want er moest eigenlijk een boven natuurlijk ingrijpen. De hand van God greep in in Abraham en Sarah en zien we daarin ook Gods goddelijke hand in het nageslacht. Gods goddelijke hand in het nageslacht van uh, Abraham en Sarah. Prachtig. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen. En, ik zal vervloeken. en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten, alle families, zegt een andere vertaling, van de aardbodem gezegend worden. Wat staat hier? Wat we begrijpen is: Abraham wordt uiteindelijk Israël. Abraham krijgt Isaac, Isaac krijgt Jacob. Jacob krijgt de naamsverandering Israël. De zonen van Israël, de zonen van, Israël, de zonen van Jacob, uiteindelijk de stammen van Israël. En je moet het maar eens lezen: het is, een beetje, het is hier en daar een beetje een wijziging. Jozef die zijn twee zonen. Jozef niet een eigen stam, maar zijn twee zonen wel. Manasse en ik. Maar goed, dat, dat, dat is even een ander dingetje. Maar we zien dus deze lijn. We zien dus die lijn. Amen. En dan zien we op een gegeven moment, dan zegt hij dus in dit volk: hij zegt, gezegend zal zijn wie jullie zegenen. Maar hij zegt, wie jullie vervloeken, die zal vervloekt worden. Dus dat is een hele belangrijke. Waarom is het belangrijk om Israëlief te hebben? Omdat God vanaf het begin al zei: Dit is mijn volk. En daarmee begin ik. En hij zegt: In dit volk zullen alle families van de aarde zullen gezegend worden. En wat betekent dat? Abraham, Isaac, Jacob, nageslacht van de volk van Israël. Oh man, daar komt David. Oh man, en daar komt de Messias, de Heer Jezus Christus. En door de Heer Jezus Christus wordt in één keer het evangelie breekt uit zijn voegen. Het koninkrijk van God breekt opnieuw uit zijn voegen. De Heer Jezus Christus sterft. Hij overwint de duivel. Hij overwint de duivel, zegt Colossenzen 2, vers 15. Hij ontwapent de machten en de overheden die tegen ons waren, opge die tegen ons waren opgezet. De zonde en de macht waaronder wij zaten. Legaal, omdat God het ook had toegewezen. Maar zij waren vervallen in, re in, in rebellie. Jezus die koopt ons vrij. Die maakt ineens de weg open. Met zijn bloed betaalt hij de prijs voor alle rebellie over de hele wereld. En nu ineens moet het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren van de hele wereld. Alle 70 volken die er nu ook nog zijn in deze wereld. Die moeten bereikt worden met het evangelie, want er is een weg. Onder vandaan. Er is een weg onder vandaan onder deze rebelse, geestelijke, duistere invloeden. Er is een weg naar het licht. Er is een weg naar het koninkrijk van God. Er is een, weg, het is, een, het is een weg van kracht. En het is een weg van glorie. En het is een weg waar de waarheid zal gekend worden. En de waarheid zal je vrijmaken. Het is een weg waarin je terugkomt in je ware identiteit. Het ware mens zijn. Wat, hoe God het had bedoeld vanaf het begin. Dat je samen met God wandelt en samen met God je leven leeft. En dat Hij je leven leeft. Dat Hij door jou heen zijn leven leeft. Amen. Om het zo maar te zeggen. En de Bijbel leert ons. En, en man, ik, ik, ik word hier zo dol enthousiast van. Ik ga te snel praten. Maar man, dat wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Hij zegt, nu zijn jullie het. Ik maak inwoning in jullie. En daar waar jij komt, gevuld met de Heilige Geest, komt het Koninkrijk van God. En waar je ook bent, in wat de geestelijke atmosfeer. En wat de, wat de goden ook zijn. En de machten en de overheden die, 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 die actief zijn. Ook vandaag de dag nog steeds die actief zijn. Het maakt niet uit. Er is een overwinnende kracht. Want groter is Hij die in u is, dan Hij die in de wereld is. Jezus Christus. Christus in u, de hoop der eerlijkheid. Jezus. Christus, de koning der koningen en de heer der scharen heeft inwoning gemaakt in die christen die gestorven is aan zijn oude leven, hem heer en meester heeft gemaakt van zijn of haar leven, gevuld met de geest. O oh man, dan nemen, brengen wij het koninkrijk van God. En overal waar we komen met de boodschap van het goede nieuws, moet de duivel plaats maken, want het licht verdrijft nog steeds de duisternis. En de duisternis zal nooit het licht kunnen overwinnen tot de dag dat de heer Jezus Christus terugkomt. Halleluja. Prijs de Heer. Maar dan gaan we dus hier kijken. Ik zit te kijken naar de tijd. Maar als je het niet erg vindt, kijk, je kan hem makkelijk even op pauze zetten, even een bak koffie drinken, even pauze nemen. Ik neem geen pauze. Ik moet even door, want ik wil het verhaal wil ik heel graag met je afmaken. Even kijken of dat gaat lukken. Ik denk het niet. Als ik even kijk naar de naar de tijd. We gaan kijken hoe ver we komen. Oké, okay, dus we hebben net gelezen, Genesis hoofdstuk 12. Abraham, Abraham, hij wordt later Abraham. Bovennatuurlijk, God doet een wonder in zijn leven. Hij krijgt een zoon. Hij moet lang wachten op de belofte, maar hij krijgt een zoon. En oh man, er gebeuren zulke prachtige dingen. En weet je, hij zou zijn, zijn volk weer brengen. Hij zegt, ik ga je brengen naar een land en je zal mijn volk zijn... En, je zegenen, oh mensen er gezegend worden, die jullie zegenen en vervloekt ook echt nog dus echt de geestelijke dimensie ook op dat volk. En dat is, dat is gewoon zo, dat is wat God erop heeft gelegd. Wauw. Israël. Israël, Israël, Israël. Maar waar ging het dan fout met Israël? Waarom zien we de situatie zoals die vandaag de dag is? Waarom zagen we dat het helemaal misging met Israël? Waarom werd dit niet een plaatje van, weet je, van glorie tot glorie, van heerlijkheid tot heerlijkheid, en boem in Israël, en wauw, verheven boven alle volken op de aarde. Nee, waarom zien we een uh, cyclus steeds van, van, van ellende, ook in het volk Israël. Wat is er gaande? Wat is er gaande? Deuteronomium, stuk 4. God gaf instructies. God gaf waarschuwing. Volk, mijn volk, weet. Pas op, pas op. Pas op voor de geestelijke invloeden waarmee je je niet moet inlaten. Anders gaat het mis en het zal ook met jou, mijn volk, zal het ook misgaan. Als je hier niet voor waakzaam bent. Deuteronomio stuk 4 vers 19 en 20. En als u omhoog kijkt, zegt hij tegen zijn volk... en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel... laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen... en te vereren wat de Heer uw God voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Dat is apart. Wij vanuit de natuurkunde, wij kijken naar... en dat is helemaal niet verkeerd, we kijken omhoog... we zien de zon, de maan, de sterren, we, kunnen, we hebben hele musea daarover... die uitlegt, wauw, weet je, deze bollen en uh, wat voor materiaal het allemaal is. En we bekijken het natuurkundig en wetenschappelijk. Wat we niet moeten uh, onderschatten... Is dat achter deze natuurlijke uh, uh, wereld, achter die natuurlijke wereld zit een geestelijke wereld, een geestelijke dimensie die superieel is? En in allerlei andere beschavingen, bij andere volken, of je nou gaat naar de Indiaan of de Azteken of de Egyptenaar of wat dan ook, dan zie je dat ze iets doen met vereering van zon. Immers, de zon, Ra. Ra was de zonnegod, zo werd de farao genoemd. En wij denken, ah, ja, wat een, wat een simpele, simpele zielen waren het ook. Hè? Nee, 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 die zielen waren een stuk slimmer dan die zielen die we vandaag de dag rond hebben lopen op de straten van Nederland. Want zij begrepen de, zij begrepen de geestelijke wereld vaak een stuk beter. Zonnegod, waarom? Er zit een geestelijke dimensie achter. Het was niet zomaar oh wat grappig joh, ja die mensen in die tijd ze keken omhoog, ze dachten dat zijn goden. Nee man, onze wetenschappelijke mensen vandaag de dag, de intellectuelen in hun slimheid zijn ze zo dom geworden als een lantaarnpaal. Want ze begrijpen niet meer de geestelijke ordelijkheid en ze begrijpen niet meer wat er gaande is en ze zijn versluierd in hun eigen slimheid en daarmee de domste der aarde geworden, uiteindelijk. Waarom? Je kan, je kan heel slim zijn daar kunnen we respect voor hebben en je kan allerlei boeken en allerlei theorieën en de natuurkunde en de biologie en alles goed begrijpen, maar als je de geestelijke wereld niet begrijpt, dan helaas, dan ben, je zo, dan ben je dommer dan een dwaas. Want daar ligt namelijk je eeuwige lot en daar ligt je werkelijke identiteit, daar ligt je werkelijke oorsprong en daar ligt ook je toekomst als mens. Als u omhoog kijkt en de zon de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat, er dan niet, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de Heer uw God voor de andere volk op aarde heeft bestemd. Dus hier zien we een volgende facet wat ik wil toelichten. Ze zijn wel te aanbidden, blijkbaar, maar niet door zijn volk. Hij zegt dat is bestemd voor andere volken op aarde. God heeft dat zo bestemd. Hij heeft het toebedeeld. Dat hebben we net gelezen. Dat hadden we gelezen in, hij heeft het toebedeeld in Deuteronomium 32, vers 8. Dus, ah, nou begrijpen wij opnieuw een bevestiging hoe die geestelijke wereld in elkaar zit. En dan zien wij in vers 19, uh, sorry, die hebben we gelezen, vers 20. Want u bent door de Heer uitgekozen. En uit de smeltoven van Egypte weggehaald. Ook onder die geestelijke macht. De raar en allemaal rare afgoden. U bent onder die macht weggehaald. Onder die uh, godenzoon en rebellie weggehaald. Om hem als zijn eigen volk toe te behoren. Zoals het nu het geval is. Zie je opnieuw die bevestiging. Hoe die geestelijke geografie uh, 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 gaande is. Snap je? U geeft prachtige helderheid over hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. En wat de bijzondere plek van Israël is. In het hart van God en in de geestelijke wereld. We zien eenzelfde. We zien. En, en, en hier ging het dus mis. Hier ging het volk Israël de mist in. Met deze instructie. Lees maar eens Deuteronomium 32, vers 16. Er staat over het volk beschreven. Ze, zijn eigen volk, tergden hem, God. Met vreemde goden. Met gruwelijke beelden, krenkten ze hem. Vers 17. Ze brachten offers aan demonen, aan goden die geen goden zijn, zegt hier de Nederlandse Bijbel. Maar ik ga hem zo eventjes lezen uit de, uit de HSV. Want die, dit is de NBV. Maar dit is eigenlijk niet helemaal juist vertaald. Aan goden die geen goden zijn. Want hier denken de vertalers weer zelf invulling te kunnen geven wat er bedoeld wordt. Maar dit wordt er niet bedoeld. Ze brachten offers aan demonen, aan andere goden. Goden staat hier, die zij eerst niet kenden. Nieuwkomers. Nog maar net in zwang, die voor hun voorouders niet eens bestonden. Anders gezegd, er waren daar goden. Je zou kunnen zeggen: weet je, de, de betekenis hiervan, één ding kunnen we sowieso wel uithalen. Laten we eerst even vers 18 lezen. U vergat de God die u gebaard heeft. U verwierp de rots die u ter wereld bracht. Geestelijk overspel. Geestelijk overspel. Met andere goden. De HSV zegt vers 17, legt het vers 17 als volgt uit. Ze hebben geofferd aan de demonen, niet aan God, aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. Dus hier zien we dat, vers dat verslag ook weer waar het noemt, waar op een gegeven moment, waar er dus nieuwe goden kwamen, die in het begin waren die goden er nog niet. In het begin was die hele ordening er niet zoals God later het verdeelde in, in, uh, uh, na, of na Genesis hoofdstuk 11. Maar hij zegt, jullie zijn helemaal scheef gegaan na die nieuwe verordening. Zijn jullie helemaal scheef gegaan en jullie hart is uitgegaan om weg te trekken bij de Heer, de, uw God en de God van alle goden. En jullie zijn andere goden gaan dienen. Die andere goden, die waren niet voor jullie voorgesteld. Niet voor jullie. En, en het zijn jullie afgoden geworden. En hierna oordeelde God. God oordeelde dit. God oordeelt, zie je door de hele Bijbel heen, de grootste zonde in het Oude Testament en door de alle boeken heen, zie je is. Over, is, is afgoderij. En afgoderij is geestelijk overspel plegen. Je hebt een verbond met God, en toch gaat je hart uit naar andere goden. En dat was een stuk reëler. Dat was een stuk reëler voor in die tijd, en dat is voor de meesten van ons vandaag, die geestelijke wereld. En Israël wist het, want zij waren geestelijk tot leven gebracht door de God van Israël, die vandaag nog steeds de God van Israël is. Het is nog steeds zijn volk, het is nog steeds zijn land. En het is voor ons als heiden, als westerse volken beschikbaar geworden. Prijs de Heer daarvoor. En in Christus is nog man, nog vrouw, nog Jood of Griek. Dat gaan we ook zo lezen in, in, in Galato, stuk 3. Het is prachtig. Wij allen hebben toegang gekregen, nu Jood en Griek, door de Heer Jezus Christus. Maar er is een bijzondere lijn. En de oorsprong is het volk Israël. Dus toen dit gebeurde, en hier geloof ik als je het hebt over tijdslijnen ook, toen dat gebeurde, toen het volk Israël zelf. In de ellende ging en niet meer koos om trouw te blijven aan hun eigen God. maar helemaal hun eigen weg ging. en andere goden en andere landen gingen veroorden. en andere volk, uh, goden gingen dienen. en die godenzonen dat dus gewoon toestonden. daarvan zegt God: nee. Dat had je niet moeten doen. Je had recht moeten verschaffen. Je had je niet moeten laten uh, aanbidden. Jij bent buiten je kaders gegaan. En daarna kwam het oordeel van God, wat we kunnen lezen in Psalm 82... wat ik volgende, vorige week ook in Jubilee Live heb behandeld met je. Psalm 82, vers 6 en 7, waarbij God uiteindelijk zegt... Ooit heb ik gezegd, u bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal... Vers 7... Toch zult u sterven als mensen. Het oordeel over al die godenzonen. die ook rebels waren naar God. en hun eigen eer, de eer naar zichzelf toetrokken. zoals Satan dat ook doet en, en deed. En ten val komen als aardse vorsten. Jullie zullen sterven als aardse koningen. Onsterfelijkheid wordt weggenomen. Al die godenzonen zullen geoordeeld worden. en zullen sterven op de dag van het oordeel. Zij verloren hun onsterfelijkheid. Ze zullen geoordeeld worden. nu nog niet, op de dag van het oordeel. Even kijken. Ja, ik ga hem afmaken. Als je nog, eventjes, als je nog even tijd hebt. Ik heb nog 10 minuten nodig om deze studie. Sorry. Maar anders wordt het te lang en te verspreid over een x-aantal weken. En dat wil ik ook zien te voorkomen. Oké. Okay. Dus, dit volk van Israël kwam in Rebellie. En God oordeelde ook die godenzonen, die andere goden, waarvan de Bijbel zo duidelijk over is. En toch heeft God zijn volk nooit verworpen. Dat hebben we ook zondag de 29ste, uh, 29 29 oktober ook gezien in Romeino stuk 11. Hij heeft zijn volk nooit verworpen. Er is altijd een overblijfsel geweest en God heeft altijd een herstelplan. Altijd een herstel. al is het voor een overblijfsel, God heeft een herstelplan. En laten we nou eens even kijken ook gewoon hoe, God dan, hoe, hoe God in zijn herstelplan en wat het hart is van God naar Israël. Want er is iets heel moois kunnen we lezen in Exodus hoofdstuk 4. Op een gegeven moment zien we dus Exodus hoofdstuk 4 is dat moment eigenlijk dat Mozes wordt opgericht als, als leider van het volk samen met Aaron. En om het volk Israël te bevrijden onder de macht van de Egypten vandaan. En dat was ook een... Onder die God van Egypte vandaan. En ook Farao, die de belichaming was. van die. wat een natuurlijk mens is, zoals jij en ik. maar die had een een-op-een -een relatie met de God van Egypte. Die overheid, die macht hebben. die geestelijke macht hebben. Mozes confronteert Farao. en dan zegt hij dit in Exodus hoofdstuk 4, vers 22. Dan moet u tegen Farao zeggen, zegt God tegen Mozes. zo zegt de Heer. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Hier zie je ook weer precies die kern dat God zegt, wacht eens even, dit is mijn zoon. En dit is mijn eerstgeborene. Dit geeft voor ons, als Nieuw Testamentische christenen, geeft het ook een prachtig beeld. Want ook hierin zien we, de Heer Jezus Christus is de eerstgeborene onder vele broeders. Maar ook in de lijn van, Genesis, of in de lijn van sorry, Romeino hoofdstuk 11 is ook Israël de eerstgeborene en is hij de oudere broer. Israël is de eerstgeborene, hij is onze oudere broer. En, uh, en meer heb ik daarover gedeeld in de dienst van zondag 29 oktober. Maar zo zegt de Heer: Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël, de God der goden, die claimt van deze, deze God, het uh, de farao, en zegt: Luister, ik claim mijn kind terug. Dit is mijn volk, dit is niet jouw recht, jij laat los. Jij laat hem gaan, je hebt geen recht, het is mijn volk. En dit is hoe God omgaat met zijn volk. Elke keer weer. Ook al vallen ze in rebellie. Ook al gaat het missie. Elke keer zeggen dat God zegt: Ja, maar het is uiteindelijk mijn volk. Het is mijn oogappel. Het is mijn oudste zoon. Het is mijn zoon. Mooi hè? Prachtig. Zoals die, die, die beelden daar gebruikt worden, omdat God denkt in familietermen. En dan staat er in het volgende vers, vers 23, wat Gods plan was. Dus. Daarom zeg ik tegen u: Dit moest hij tegen de farao zeggen. Laat mijn zoon gaan zodat hij mij kan dienen, maar u hebt geweigerd hem te laten gaan en zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. We het oordeel van God over dit volk, omdat zij vasthouden in rebellie en het volk proberen te claimen waarvan God zegt, dit is mijn volk. En als jij daar aan zit, vervloekt zal een ieder zijn die jou vervloekt. En ze haalden een vloek. Over zichzelf. En wat begrijpen we dan als we iets terug, ietsje sneller doorgaan in de tijd, of, of zonder alle tekstgedeeltes te lezen, wat je zeker kunt doen natuurlijk en moet doen, is dat het volk werd geleid. Dit was dus de lijn. Zij moesten, de opdracht van Mozes was om de farao te vertellen: Laat mijn volk gaan, zodat ze mij mogen aanbidden. En ze wilden hem aanbidden, zodat ze mij, dat ze hem, mij mogen dienen, zei hij. Die. Dat ze mij mogen aanbidden. En ze wilden, God verlangde dat ze gebracht werden naar de berg Sinaï. Breng het volk bij de berg in. Daar zouden ze de wet ontvangen, maar daar zouden ze ook een verbond sluiten met God. Daar zouden ze eten met God. Heb je dat wel eens gelezen? Ze gingen daar eten met God. En ze zagen God. Heb je dat wel eens gelezen? Echt zo gaaf, zo bizar, zo bijzonder, zo kracht, zo heilig. En wat zien we daar eigenlijk ook op dat moment? En we gaan eventjes heen en weer in de tijd natuurlijk van de dingen die ik steeds met je deel. Maar dat is belangrijk, omdat dat zijn allemaal parallellen die je, die, je, die je elke keer weer moet zien. Het bijzondere is daar waar God uh, zijn volk ontmoet. Uh, uiteindelijk worden ze ook door Gods machtige hand bevrijd. Er komen tien plagen uit Egypte. En dat is een belangrijk feit wat daar gebeurt. God wilde zijn grootheid laten zien. Niet alleen aan dat ene land Egypte en aan de God van Egypte, een van de God met een kleine g. Maar daardoor ging, het, ging de roem van God ging over de hele aarde. En wist, wacht, de Allerhoogste, de God, heeft een van de afgoden zwaar geoordeeld. Pas op wat je doet als je zit aan zijn volk, want dan loopt het slecht met je af. Dat was de grote boodschap van de tien plagen van Egypte. En het is dezelfde boodschap die vandaag de dag nog steeds klinkt. Als je zit aan mijn volk, dan zit je aan mij. En dat is niet zonder een consequentie. Dus altijd oordeel haal je daarvan. Haal je over jezelf heen. In de geest... En in het natuurlijke. Dus hij brengt ze naar de berg Sinaï. Het volk Israël wordt gebracht naar de berg Sinaï om God te ontmoeten. God zegt: Ik wil wonen onder mijn volk. Zie je weer een berg. Denk aan de hof van Ede. Gods heilige berg werd het ook wel genoemd. Nu Sinaï. Gods heilige berg. God komt. Ontmoet zijn volk. En dan zien we in Exodus 24, lees je over het verbondsmaal wat ze hebben met God. Ze zagen God. Moet eens kijken wat hier staat, en dit is bizar. En wat we begrijpen daar is dat daar ook, blijkbaar waren daar ook de gode zonen waren daar ook bij elkaar. In, in die, je, ziet daar, je ziet daar een soort samenkomen van, uh, 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 van zeg maar de hemelse orde. Hè. Zoals we meerdere dingen hebben gezien van die hemelse orde, dat hemelse gerechtshof, dat hemelse, de hemelse raad, de hemelse godenzonen die bij elkaar komen. Exodus 24 zie je dat ze allemaal bij elkaar worden geroepen. En hier zien we het getal 70 ook terugkomen. Exodus 24, vers 9 tot 11. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven. En ook Nadab en Abihu. Met 70 van de oudsten van Israël. Waar staat 70 voor? Regering, autoriteit, macht, raad, de raad. En hier zien we dat het Gods patroon zich, zich aan het herhalen is hier. 70, 70, 70. Ik ga daar zo, zo meer over zeggen. Um, en vers 10. En zij zagen de God van Israël. Zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van Safir. Het was God zelf die zichzelf liet zien op dat moment. En zichzelf betoonde in zijn glorie en heerlijkheid. Het was bizar, want hier, dit is een uniek moment. Dit lees je eigenlijk nergens anders in de Bijbel op deze manier. Ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van Safir. Zo helder als de hemel zelf. Dit was in lijn met, de, met uiteindelijk de openbaringen die Johannes kreeg. In openbaringen zie je dat hij de hemel ziet en hij ziet dit. Maar zij daar, deze 70 oudsten en deze, en deze hooggeplaatste. Binnen, binnen het volk Israël. die op die berg waren. een klein groepje met die zeventig oudsten. zij zien God. als plaveisel voor Sophie, zo helder als de hemel zelf, zelf. En hij strekte zijn hand niet uit. naar de aanzienlijke van de Israëlieten. anders gezegd. weet je, dit kon allemaal plaatsvinden. zij stierven niet in Gods tegenwoordigheid. wat normaal gesproken meteen zou gebeuren. nadat zij God gezien hadden, aten. En dronken zijn. En dit spreekt over verbond. Een jood begrijpt hier: dit is verbond. Een verbond hebben met God. Het verbondsmaal met God nemen. Dit is waar God opnieuw zijn trouw bevestigt. Dat is het samen eten. Het is God die zichzelf geeft. En de mensen die zichzelf geven en één worden door de maaltijd te eten: zij eten, zij drinken, zij sluiten een verbond. En wat een parallellen zien wij hier. Dan wordt hier gesproken, we zien die parallellen die alles te maken hebben met regering. Want wij lezen over 70 godenzonen die regeringsautoriteit krijgen over de aarde. Maar we zien nu 70 oudsten van Israël waarbij God een nieuwe goddelijke regering aan het instellen is. 70 oudsten die allen hun plek mogen hebben in het volk wat God geeft en God verlangt eigenlijk. Het zijn uiteindelijk deze 70 aardse, deze 70 mensenkinderen waar God een plan mee heeft niet zozeer die oudsten die toen leefden wellicht... maar eigenlijk vanuit Gods grote heilsplan... dat er 70 mensen, dat uiteindelijk de mensheid... de regerende autoriteit zou hebben. De mensheid onderworpen aan God zoals het was vanaf het begin. Genesis 1. Weet je wel, mensen naar zijn beeld, naar zijn evenbeeld... naar zijn gelijkenis. Eén met Christus, het karakter van Christus. Overwonnen de duisternis, overwonnen de dood, overwonnen de zonde. Stand hebben gehouden tot het einde. Zoals ook staat in, in, in openbaringen 2 en openbaringen 3... Zij Zullen regeren. Deze 70 mensenkinderen. Dat, dat, er zal de regerende macht zal voortkomen vanuit de mensenkinderen. En die zullen vervolgens deze rebelse 70 uh, 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 godenzonen oordelen. Wat een parallel, zien we hier. We hebben het over regering, we hebben het over regerende kracht. De Bijbel zegt het in 1 Kinthoos 6, vers 3. 1 Kinthoos 6, vers 3. Ik zoek het eventjes met je op, zodat je het zodat jij ook even de tijd kan nemen om het te lezen. 1 hoofdstuk 6, vers 3. Ik weet het is een lange studie, maar het is belangrijk. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Zie je dat? Paulus wist het. Paulus wist helemaal hoe de geestelijke wereld in elkaar zat. Paulus weet al deze dingen die wij nu voor, ons, voor jou misschien voor het eerst ontdekken. Voor Paulus was dit gesneden koek, voor Petrus was dit gesneden koek, voor de apostelen was dit gesneden koek. Zij begrepen hoe dit in elkaar zat. Wij zullen engelen oordelen, zegt Paulus. Jezus die stuurt 70 van zijn discipelen uit in Lucas hoofdstuk 10, vers 1. Waarom doet hij 70? Waarom? Het is een getal in de geest. Het spreekt over regering. Jezus, als voorloper op de grote opdracht, stuurt er 70 uit. Wat, wat correspondeert met de 70 oudsten? Wat correspondeert met de 70 godenzonen? Wat correspondeert met de rebellie die gaande was in de geestelijke wereld? En die alle geoordeeld zouden worden. Halleluja. Hij stuurt er 70 uit. Het is een beeld, het is een geestelijk beeld van de regering van Jezus. Die over zal nemen alle macht van de duisternis. Halleluja. In Openbaringen 2, vers 26 en in Openbaringen 3, vers 21. Daar zien we dus ook dat ook dit is waar God ons toe heeft bedoeld. Ge in, zoek eens met me op. Openbaringen 2, vers 26. We komen maar zeker naar het eind van de dingen die ik met je wilde delen vandaag. Openbaringen 2, vers 26. Ha, vers 25 is een mooie. En dan deze, waar die eerst bij. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint. En wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Hier wordt gesproken over regeringskracht. Hier wordt gesproken over deze machthebbers, over heidenvolk, andere volken. Dit spreekt over geestelijke autoriteit en geestelijke kracht. En oordelen over engelen. Halleluja, wat heeft die mee te maken? En dan hoofdstuk 3, vers, uh, zei ik net, hoofdstuk 3, vers 21. Uh, stuk 3, vers 21, even kijken, die had ik hier. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb en met mij uh, en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wauw, we zullen zitten op de troon en regeren, dat is ook Gods plan voor Israël. Dat is Gods plan voor zijn volk Israël. En dat is Gods plan voor jou en mij vandaag de dag. Want grote genade is ons gegeven, grote warmhartigheid is ons getoond. door wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Lieve mensen, als er geen Israël was, was er ook niet een verlossing voor ons. Want dan was de Heer Jezus Christus nooit geboren kunnen worden. Als er geen verwerping was door het volk Israël van het evangelie, een tijdelijke verwerping, dan zou er ook niet het evangelie bij ons gekomen zijn. En zo zal God Israël herstellen en zo zal eigenlijk alles tot de volheid van God komen en zal het oordeel ook komen. Er zullen alle machthebbers en alle machten van de duisternis geoordeeld, veroordeeld worden en zij zullen geworpen worden uiteindelijk in de pool, in de eeuwige pool des vuurs. Zij worden afgemaakt. Zij worden afgemaakt en er zal een nieuwe hemel en er zal een nieuwe aarde komen waarin God regeert. Dit is waar we naartoe gaan. En daarom in deze aarde zal het slechter en slechter worden wellicht. Maar terwijl het slechter en slechter wordt, zal het in de kampen van de rechtvaardigen, zal het lichter en lichter worden. En het koninkrijk van God is niet te stoppen, is niet te stuiten, is niet te remmen. Halleluja, maar zal voortbreken in grote kracht. En we zullen regeren met de Heer Jezus Christus. Ik wil met je afsluiten Galato hoofdstuk 3. Galato hoofdstuk 3. Want we hebben het elke keer over Israël. We begrijpen nu echt de plek van Israël, hoop ik. Ik heb deze dingen, heb ik heftige dingen gesproken, voel ik. Grote dingen gesproken. Maar ik geloof dat je hebt kunnen zien dat het voortkomt uit het woord van God. En dit is onze passie. En dit is ons verlangen. Dat we mogen wandelen in de waarheid van Gods woord. Gelaat hoofdstuk 3, vers 26. Want u bent allen kinderen van God. Door het geloof in Christus Jezus. Dit is Gods liefdesverlangen vanaf het begin. Een familie. Kinderen van God. En hoe zijn we dat geworden? Door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt zijn, vers 27. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Dit is één worden met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarom geloof ik zo sterk in de waterdopen. Het is zo belangrijk. Niet van oh, moet het op die manier, moet het op die manier en zit het hem in het water. Nee, het zit hem erin omdat God daar, omdat er een geestelijke dimensie achter zit. Laat je niet misleiden. Laat je dopen. Het is een belangrijk ding om in de geestelijke wereld vrijgekocht te worden van de machten en de overheden waar je anders gewoon onder zit. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Ha, als je uit dat doopwater komt, is Christ, ben je met Christus bekleed en val je onder Zijn eerschappij, vers 28. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of een vrije. Daarbij is het niet van belang dat, man, dat men man of, is of vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. U bent één in Christus Jezus. God zegt alle verschillen breng ik bij één in die nieuwe mens. Wij zijn één. Samen met, met Joden, samen met de Israëlieten. Wat God eerst geboren was. Wij die mogen aansluiten. Komen wij allen tot één Messias. Wij hebben allemaal dezelfde Messias. Er is één weg tot verlossing, één weg tot redding. Ook voor de Joden, ook voor de Grieken, ook voor de Hollanders, ook voor elke bevolkingsgroep. Zijn naam is de Heer Jezus Christus. Het is zijn offer. Het is geloof in Zijn naam. Het is beleiden met je mond dat Hij Heer en. Verlosser is. Amen. Dit is wat de Bijbel zegt, vers 29. Zo mooi. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Zie je dat? Oh, prachtig. Dat schrijft hij tegen deze gemeente in Galatië, in Klein-Azië. Hij zegt: Oh man, wij zijn geënt op die. Op deze lijn die God begon daar in Abraham in Genesis hoofdstuk 12. Wat een geweldig voorrecht. We zijn kinderen van God. Prijs de Heer. Ik hoop dat je me hebt kunnen volgen. Ik hoop als je hier vragen over hebt of je wil hierop reageren, doe dat vooral. Stuur een mail naar info at jubilee.nl. wil je opnieuw zeggen: wil je hier meer over weten je hebt vragen eigenlijk met betrekking tot dit onderwerp, koop het boek van Michael Heiser of Supernatural, boek Michael Heiser. H-E-I-S-E-R. Heiser. Um, supernatural of the Unseen Realm, als je hier meer in wil verdiepen... zodat je hier meer kennis van krijgt. Heb je een, gebed wat je, heb je een, een, een gebedsverzoek? Stuur dan je mail naar prayer.jubilee.nl... zodat wij voor jou kunnen bidden. We geloven in de levende God. Hij doet nog wonderen zo groot. Oh mijn, hij komt toe alle glorie en eer. Hij is de God dezelfde. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Hij is de God van wonderen. We bidden graag voor je. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En je bent van harte welkom, dat als laatste uitnodiging. Je bent van harte welkom in onze samenkomsten. Elke zondagochtend om tien uur. In Geertruideberg in Breda, in Den Bosch en in Gorkem, Waar we binnenkort ook op zondagmorgen zullen gaan starten. We zijn zo dankbaar voor het uitbreidende werk wat de Heer ons heeft gegeven. Dien met ons samen de Heer maak hem groot. En laten we wandelen in zijn weg. Volg ons op de socials. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. En www.jubilee.nl kun je ook alle informatie vinden. We houden van je. We bidden voor je, we zegenen je met de zegen van de Heer. Ga met God. Ga in zijn vuur. Ga in de kracht van de Heilige Geest. Ga in de waarheid van Gods woord. Geloof en gehoorzaam. En zie hoe het koninkrijk van God doorbreekt in jouw persoonlijk leven en door jou heen naar de wereld om jou heen. Impact daar waar jij bent. God zegen en tot ziens.